kijken. Goed zo. Zijn we voor, dames? Nou, succes. We gaan weer op de dames voor 25 ronde. Terwijl 10 kilometer. Alleen dus naar die. Ze dus niet gestart. En er is al die dames aan de start gegaan. We gaan dan even nog rustig aan. 24 ronden nog te gaan, hè. Nog heel wat. We gaan nu voor het eerst gaan we tellen. We zagen 49, Tessa van de Neut uit Oudewater. Kijk eens, dan gaan we weer lekker de punten. 56, 2 punten, dat is Loogland. En 1 punt voor nummer 19, Bianca Rozenbaum. Goed, we gaan weer sprinten voor 2 en 1 punt. Jullie hebben het allemaal goed bij. En zelf weer 56 en 19. 20 voor punten. Wat Rozenbaum wil weer pakken. Ja, en nog wel. Rozenbaum, 2 punten. 51 punt. Kijk, daar gaat mij gelijk op. 56. Hoogland pak. Hoogland pak 2 punten en 52 pak 1. De 52 is Annemarie Boer. Ja, en je ronde gepasseerd voor mag je stoppen met nummer 68 en worden geclasseerd. 2,65 aan de leiding. Annemarie Boer en Broek Lohan met C2. En Antoinette Prins, nummer 68, had stoppen. Ja, die twee dames die gaan de punten verdelen, want we hebben nog bij passage 12 ronden. Dan gaan we weer. Aankomst. Broekland Boer. Ja,
De dames worden weer gedeeld met Annemarie Boer en Lochland. Ja, kijk eens, Renke Reuzenboom, die gaat in de aanval, nummer 19. Die gaat op jacht met de plekoploopsters. We zijn in de laatste 11 ronde bezig. We gaan nu weer punten verdelen, want de ronde wordt staat op 10. We gaan weer punten delen. Is het Loveland of is het Boer? We gaan kijken. Ja, het is Loveland in de pak voor Annemarie Boer. En dan komt Bianca Reuzenboom, een 15, 20, 25 meter voorsprong op peloton. Jacht naar die twee koplopers. Gaat ze er nog bij komen? Komen op 73 zien we wachten, dan is Petra Spicht. En nu gaat Govaerts gas geven. Reuzenboom terug in de groep. En ja, kijk eens, nummer 1 die gaat gas geven. Maar we gaan weer met een punt doen. Dus Loveland pakt 2 punten. Annemarie Boer pakt 1. Nee, we gaan bellen, ja. Zo, hier nog één keer. Eén keer. Kijk eens, hier. Het is weer Loveland die op kop gaat. Broek Loveland pakt weer 2 punten, Annemarie Boer pakt 1 punt. Het is heel makkelijk voor de jury om dit bij te houden. Maar de spieker zelf, met tikken, natuurlijk moet je eruit misgaan. En dat is hier peloton, onder aanvoering van nummer 1, weer de Govaerts, maar nu is dat weer anders. 12 punten, Broek. 52, dat doet. En 4 punten voor nummer 19 voor Reuzenboom, die Petra Spicht. Stoer gaat ze door. En ronde wordt op 7, wil zeggen dat we weer gaan bellen, dames. Annemarie Boer voor Broek Loveland. En daar komen die twee dames en toen weer verder weggelopen hoor. Toch dacht je dat het peloton komt terug, maar nee hoor, dan komen ze weer met z'n tweeën. Hier zie je Petra Spicht. Petra heeft erin gehaald. Ja, Broek pakt weer 2 punten. En Annemarie Boer pakt weer 1 punt. En Petra Spicht, die wordt nu ingehaald door de overkant. Je wordt bedankt dat je meegedaan hebt. Je wordt gecrosseerd. We gaan onder andere naar Hilde Govaerts en de Bianca Reuzenboom op de binnenkant met de nummer 19. Daar krijgen we weer punten. Gaan we nou weer 2 punten voor Annemarie Boer krijgen? Broek Loveland 1, ja. Annemarie Boer pakt 2 punten, 1 punt voor Loveland. En een 4 ronde te rijden. ...56 en 15 punten, Broek Loveland. Annemarie Boer 8 punten. En Bianca Reuzenboom 4 punten. We gaan hier onder aanvulling van Bianca Reuzenboom. En daar komen de twee dames weer. Hier de ronde wordt er 3. 3 ronden nog en we gaan weer bellen. Maar we bellen dames door 3 ronden. Ja, voor de toon daar zit die vlog ook weer in. We staan zo goed als stil, maar je moet er door aan, dan worden ze toch gedubbeld. 3 ronden bij Pesat. Hier krijgen we weer Annemarie Boer 2 punten, 1 punt voor Broek Loveland.
ondergoed. En deze krijgen de bal voor de laatste ronde. En dan gaat het om 3, 2 en 1 punten. Dan nu 3, 2 en 1 punten, dames en heren, zijn we de laatste ronde. De peloton is daar ook nog een punt te verdienen. Ja, er moet nog gebouwd worden voor de peloton, want ik kan ook nog 1 punt verdienen straks. En Bianca Rozenboom staat derde met 4 punten. En dames, jullie krijgen ook de bel voor de laatste ronde. En hij heeft nog 1 punt te verdienen bij jullie. En dat is Yvonne Spicht, die met Bianca Rozenboom in de toertje, wat heel nog overs probeert weg te gaan. Maar daar komt Broek Loogland. Die gaat op voor. Ja, Broek Loogland die gaat 3 punten pakken. Annemarie pakt 2 punten. Goed gedaan, dames. Even kijken wie die je punt toch gaat pakken. We krijgen hem nog een punt met het nummer 267. Dat was Michelle Buurman.